De regio Emmen-Koevoorden is het grootste industriële cluster van Noord-Nederland. De regio vestigt wereldspelers in de markt als Asus, Draka, DSM, Fresenius Kabi, Teijin Aramid en Procter & Gamble. Er is ruimte voor vestiging en groei van bedrijven. Grensoverschrijdende Euroterminal Koevoorden met trimodaal aanbod. Directe verbindingen met het Nederlandse en Duitse spoorwegennet. Dagelijkse rail shuttle verbinding met Rotterdam en Ludwigshaven. 3 keer per week een shuttle verbinding met Polen. Verbinding van zeehavens met het grensoverschrijdende achterland van Dryport Emmen-Koevoorden. Hubfunctie en mogelijkheden om waarde in de keten toe te voegen. Via de Euroterminal is er toegang tot het trans-Europese goederenvervoernetwerk Combiverkeer. De Euroterminal is toegankelijk voor alle marktpartijen. Via het kanaal Almelo-Koevoorden is de trimodale terminal in Koevoorden bereikbaar. Door aanleg extra spoorboog richting Euroterminal Koevoorden, een kostenefficiëntere aansluiting op het Nederlandse spoorwegennet. Strategische ligging tussen de Randstad en Noord- en Oost-Europa met een filevrije bereikbaarheid over de grensoverschrijdende autosnelweg, de A37, ofwel de E233. Tussen 2014 en 2020 wordt de E233 vanaf de Nederlandse grens en de aansluiting op de A1 bij Kloppenburg volledig opgewaardeerd tot autobaan. Ondernemers denken mee en adviseren over Dryport Emmen-Koevoorden. Jaarlijks wordt er circa 14 miljoen ton aan goederen over de weg vervoerd van en naar Emmen-Koevoorden. Een satelliet rail terminal in Emmen is in voorbereiding. Wij verbinden weg, water en rail. Wij verbinden het westen van Nederland met Noord- en Oost-Europa. Wij verbinden efficiënt en duurzaam goederenvervoer.